nogal wat co-creëren. Ja, want hoe zorg je er nou voor dat het echt van iedereen wordt? Ja, en heeft het zin om mee te praten en mee te denken? De keuzes die nu gemaakt worden, die zullen uiteindelijk bepalen hoe mensen gaan ontwerpen, hoe er dingen worden uitgewerkt. En dat is ook het moment dat je eigenlijk de meeste impact op het eindbeeld kan hebben. En door het samen aan te pakken krijg je ook veel rijkere ideeën. En zo zijn er ook heel wat mensen die willen meedenken en die ook ideeën hebben om deze co-creatie tot een succes te maken. Het zou ook mooi zijn als die inderdaad inclusief in de breedste zin zou zijn. Dat gewoon de diversiteit van de verschillende wijken eromheen en de culturen die in die wijken hangt. Zo hebben we het namelijk ook voor de Nieuwe Markt gedaan. Dan zijn we gewoon een keer ook samen met de gemeente, de ecologen van de gemeente, zijn we gewoon om tafel gegaan. Zo van, nou wat zouden we nou hier willen stimuleren? Dus, ja, het zou mooi zijn als we dat ook voor het Zeelichtterrein kunnen doen. Ik zou graag een pop-up festival op het oude Zeelichtkazerneterrein willen organiseren. Onder de naam Zeelicht Spelen. Om de hele buurt eromheen kennis te laten maken met het terrein. Dit soort plekken, dat is waarvoor wij bestaan en waar we graag aan zouden mee willen werken en waar we waarde kunnen toevoegen aan de stad. Kinderen uit verschillende buurten die samen gaan komen, die samen spelen. Denk aan gewoon hele simpele spelletjes die iedereen doet en sporten. Maar ook proberen de historie van het terrein, het militaire verleden, daarin te integreren. Dus in die zin ben ik nu vanaf dit moment het liefst gewoon heel betrokken. Je zorgt gewoon dat die aantrekkingskracht groot blijft en dat je blijvend verrast wordt als je in dat park komt. Ja, weet je, als ik hier nu bij betrokken ben, dan denk ik echt een beetje... Nou ja, dan heb ik hier in Breda eigenlijk niet zoveel meer te zoeken.